fake nieuws. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk indrukwekkend. En ja, fantastisch. En toen ook een beetje beschamend dat ik toch als onvervalst stadsmeisje het hier voor boeren moet opnemen. Waar de traditionele boerenpartijen, VVD, CDA, ze gewoon ja, in de stront laten zakken. Als ik even zo'n Amsterdam zou zeggen. Ja, voor vandaag, de democratie is ook, heeft al heel veel kritiek op het klimaatverhaal. Hè. Nou, CO2 is op stikstof. Nederland wil altijd het beste kind van de klas zijn in Europa. Dat zie je nu ook weer gebeuren. De normen die in Duitsland worden gehanteerd en in België zijn alweer minder stringent dan de normen in Nederland. Ja, ze laten zich horen. Dat hoort er thuis ook in. Dat is alleen maar fantastisch. Ja, het was eigenlijk wel tijd hè, voor zoiets als dit in Nederland. Weet ja, en ik hoop dat ze dit ook blijven doen. Wat ik helemaal net ook zei op het podium. Blijf je laten zien. Laat die aandacht niet wegzakken. Misschien dat andere beroepsgroepen ook een keer kunnen gaan staan voor waar ze voor staan. Wat heeft u vier weken heeft het kabinet gekregen om met een zinnig woord te komen? Wat denkt u dat er gaat gebeuren? Ik denk en ik hoop dat ze hier over vier weken weer staan. Tenminste, ik hoop dus natuurlijk dat het kabinet zich aan het woord gaat houden. Dat ja, verwacht ik niet. Dus ik ben bang dat hier over vier weken weer staan met z'n allen. Ik hoop dat ze dan nog meer lawaai gaan maken. Mag ik u een sticker geven? U mag mij een sticker geven. Dankjewel. Ja, dat is door de regering betaalde. Ja, ik weet wat een os is. Oké. Okay.